Dat is niet het hoofddoel, maar het is natuurlijk wel een neveneffect. Die stimulans voor mensen inderdaad om zich te laten vaccineren. Dat is zo. Kijk, het hoofddoel is die verspreiding te remmen van dat virus. Om te voorkomen dat mensen in te korte tijd, de mensen die nog niet gevaccineerd zijn, in te korte tijd ziek worden. En ook een doel is te zorgen dat kwetsbare mensen weer gewoon deel kunnen nemen aan de samenleving. En een neveneffect is inderdaad dat we verwachten dat meer mensen zich zullen laten vaccineren. En dat is eigenlijk een heel mooi effect, omdat we daarmee in toenemende mate beschermd zijn. Ja, maar die toegangsbewijzen garanderen toch niet dat het virus niet verspreid wordt? Want ik ben bijvoorbeeld gevaccineerd, maar ik kan wel het virus bij me dragen en klopt, dat verspreiden. Klopt, maar de vaccinatie remt wel in hoge mate natuurlijk de verspreiding van het virus. Zo'n 70% van de overdracht wordt geremd door vaccinatie. Dat is wel wat we weten natuurlijk inmiddels. Als we gewoon kijken naar ziekenhuisopnames, dan zijn de cijfers natuurlijk helemaal eigenlijk heel bijzonder als het gaat over wat is het effect van vaccinatie. En 9 op de 10 mensen in de ziekenhuizen, dat zijn mensen die niet gevaccineerd zijn, om welke reden dan ook, zich niet hebben laten vaccineren. 9 op de 10. Ja, en we weten dat de groep mensen die niet gevaccineerd is toch nog behoorlijk hoog is. En ja, die mensen, als die in een te korte tijd ziek worden, kunnen die opnieuw de zorg onder druk zetten. En dat is niet het probleem van de zorg, dat kan het probleem van ons allemaal worden.